Het leermoment van deze week was natuurlijk dat Code Oranje niks met voetbal te maken heeft. Dingen in Amersfoort, die zijn belangrijk. Zoals bijvoorbeeld Labeltje. Het Food Festival, het komt er weer aan met de Pinksteren, is door de Telegraaf genoemd als een van de leukste festivals, Food Festivals van Nederland. En ook het magazine Linda heeft hem genoemd, getipt. Dus Labeltje, een goed begin, hebben ze gedaan afgelopen jaar. En het komende jaar gaan we weer genieten van Labeltje. Ik ben erbij, zie je daar. Pauze, hallo. Ken jij de ACAO uit je hoofd of zo? Goed nieuws, want leerlingen van het Openbaar Lyceum de Amersfoortse Berg die hebben een debatwedstrijd gewonnen op het Binnenhof. Gefeliciteerd jongens en ga ze door. Goed voor de gemeenteraad, voor de toekomst. Misschien goede debaters. Top, hou erin. En de meisjes ook gefeliciteerd. Meisjes ook trouwens, gefeliciteerd. Heb ik gezegd jongens? Zei ik jongens? Oh, meisjes ook gefeliciteerd. De nieuwe bibliotheek in het Eemhuis die is genomineerd voor de beste bibliotheek van 2015-2016. Nominatie op zak. Hopen dat ze winnen. Goeie zaak. Dan, deze week, de Amersfoorter van de week is geworden Henny, oftewel Hendrikus van Ruitenbeek. Gefeliciteerd Henny met deze prijs. Waarom is Henny Amersfoorter van de week? Geen flauw idee, ik ken hem verder ook niet. Mocht je hem tegenkomen, feliciteer hem even, want hij heeft geen internet. Dan de Roethofkruising, oftewel de rotonde, die is nu voor de helft af. Dus daar kunnen weer auto's door. Dus let even op, voor de helft is die af. Kijk even welke je neemt. Mocht je een SUV hebben, vierwielaandrijving, dan kun je altijd nog. Dan maakt het eigenlijk niet uit. Maar heb je gewoon een voorwielaandrijving, dan kun je beter deze. Want, snap je? Goed nieuws. Nieuwe dingen in Amersfoort zijn bijvoorbeeld Livingstone op de Groenmarkt. Daar kun je namelijk hele lekkere koffie kopen, kun je brunchen, kun je gebak eten. Nieuw dus, moet je even naartoe gaan. Altijd leuk, nieuwe ondernemers, nieuwe dingen, gewoon moeite waard. En wat eraan komt is de populaire interieurwinkel Loods 5. Die komt op de Europaweg, ook weer nieuw. Straks mooie dingen kijken. Goed nieuws. Trouwens, afgelopen dinsdag met die storm zijn bij een woning aan het Geheugen in Amersfoort de zonnepanelen van het dak gewaaid. Windenergie. Aan de Groningerstraat daar is inmiddels de nieuwe kruidvatvestiging geopend. Kruidvat heeft in heel Nederland de Dirks drogisterijen overgenomen. Dus daar kun je naartoe naar voor een tandenborstel en dingen, zalfjes, dingetjes en zo. Of ja, je kan er ook voor staan voor de winkel en een selfie nemen bijvoorbeeld. Dat soort dingen. Dan, wie we deze week zeker even genoemd moeten hebben, is Hans van Leeuwen. Vanavond, oftewel vrijdag en zaterdag, kun je genieten in de Flint van De Passie. Dat is een speciale productie, speciaal gemaakt door de mensen van onder andere Miles. Teun zit erin, Teun van Essen. Het Miles Orchestra speelt daarmee. Een hele mooie voorstelling, een grote productie. Dus even genieten voordat de Pasen begint. Ga hem kijken. Het gaat natuurlijk over het verhaal van Jezus. En het is natuurlijk leuk om dat samen te bekijken. Om het genot van hem. Kijken naar het verhaal dat Jezus aan het kruis genageld werd. Gooi er maar gewoon in hoor, deze. Verder nog, komend weekend opent de Dierentuin Amersfoort zijn deur en daarin staat het boerenleven centraal. Dus allerlei thema's met dingen van. En misschien nog met giraffen, olifanten erbij, dat soort dingen. Oké, genoeg weer. Om zoals iedere week af te sluiten met het weer. Ik had je gewaarschuwd vorige week. Kon die kant op. Nou, je hebt het gemerkt. Ging alle kanten op. Voor de komende week. De hemel kan blauw worden. Kan ook niet met wolken naar beneden en niet naar boven. Dat is raar. Maar goed, hallo. Weet ik veel. Ik ben toch Peter Timofeev. Niet wel dan. Tot volgende week.
Oh ja, voor ik het vergeet. U kunt natuurlijk ook adverteren in dit programma. Neem nou bijvoorbeeld deze aflevering. Die werd mede mogelijk gemaakt door Labeltje Labeltje, door Linda Magazine, door De Telegraaf, door de leerlingen van het Amersfoortse Berg, door de Bibliotheek Eemhuis, door Henny, oftewel Hendrikus van Ruitenbeek. De eerste helft van de rotonde. Livingston Koffie. Loods 5. Het kruidvat. Hier, ook. Neem nou bijvoorbeeld de Flint. Miles. Dierenpark Amersfoort. Hebben allemaal deze aflevering mogelijk gemaakt. En dat is natuurlijk goed nieuws voor al die duizenden kijkers die wij wekelijks hebben. En met stip, zeker even nog noemen, is natuurlijk Restaurant Rauw. Oftewel Kalienweg nummer 8. Uit voor jou.